Hedwiges Maduro, jouw team, de onder 21 van Almere City FC, begint het seizoen met 3 punten. Maar het was nogal een rommelige wedstrijd. Hoe analyseer jij dat als trainer? Als een rommelige wedstrijd, inderdaad. Echt een eerste wedstrijd. Er zit altijd spanning op, een bepaalde druk ook natuurlijk. Jongens willen het goed doen. Beginnen ook heel goed aan de wedstrijd en dan maken we een fout. Een communicatiefout tussen de keeper en de laatste man. Dan geef je eigenlijk een cadeautje weg, hè? Kom je 1-0 achter. En zij pakken een rode kaart. Daarna heb je eigenlijk de eerste helft alleen maar op hun helft gespeeld. Kom je ook weer op 2 in voorsprong. Goede goals, hè? Goede combinaties. En in de tweede helft was het heel rommelig. Zij gingen wat anders doen. 4-3-2 gingen ze spelen. Dus echt met 2 spitsen, lange ballen, ruimte in onze rug zoeken. Daar hadden we moeite mee. Ja, en ze kregen dus vroeg rood. Het was bepaald niet de enige overtreding die er gemaakt werd vandaag. Is het lastig om tegen een team te spelen wat het zo fysiek speelt? Of is dat een uitdaging? Voor de jongens wel. Maar dat moeten de jongens ook weten. En vooral tegen Wapenen. Wij spelen goed combinatiespel. Dus ja, als je als tegenstander af en toe weg wordt getikt, dan ga je erin kleunen natuurlijk. Energie tegen ons leveren. En dat moeten wij dan ook doen. Dat hebben we ook gedaan. We zijn er ook wel echt in meegegaan. Maar af en toe moet je ook slim zijn en meer intelligent zijn. En dan weer rust aan de bal brengen en een goed positiespel spelen. En dat vergaten we een beetje in de tweede helft. Nou, hoe dan ook. Jullie sluiten deze wedstrijd af met de eerste 3 punten van het seizoen. Hoe fijn is het om het seizoen goed te beginnen? Hoe belangrijk is dat? Ja, heel belangrijk. Zeker omdat we kunnen verbeteren nog. Maar dan is het altijd lekker als je 3 punten hebt. En dat geeft ook weer vertrouwen naar de groep toe. Ik moet zeggen, ook net na de wedstrijd wisten die jongens ook dat het veel beter moet. Dus dat besef is er. Dus daar ben ik heel trots op. Dat ze weer winnen van Twente. Maar alsnog een beetje teleurgesteld zijn van we hadden eigenlijk meer moeten winnen. En we hadden het beter uit moeten spelen. Dus dat is een proces. En daar ben ik wel trots op. En dan wil ik nog heel even terug naar gisteravond. Een speler van jou uit jouw onder 21, Marcelencio Esaias, debuteert bij het eerste elftal. Hoe trots ben jij op hem? Ja, heel, heel trots. Dat heb ik ook in mijn bespreking, in mijn voorbespreking aangehaald. Daar doen we het voor. En dit is eigenlijk het laatste team. En ik zei, who's next? Ja, en dus dat gaf ook alweer energie voor deze wedstrijd. Want de volgende moet nu denken van, nu ben ik aan de beurt. En ik ben super trots op Marcelencio, want ik weet ook hoe hard hij heeft gewerkt hiervoor. En nu heeft hij zijn debuut gemaakt. En nu is het volgende punt weer om beter te worden en bij het eerste te blijven. Ja, en met de onder 21 nog meer punten te gaan pakken. Zeker weten, dat zijn we van plan. Cool. Dankjewel.